Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut waarbij de focus gelegd wordt op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, beëdiging leden Hof van Justitie, Jarsinio Bigiboy Rozenstruik op bezoek bij de president, mobiele datakaartprinter in Kwamela Simutu, DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons over klimaatverandering en asfalteringswerkzaamheden op de Martin Luther Kingweg. De president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiré Delano Boutersche, heeft op 12 februari 2019 in aanwezigheid van de minister van Financiën Gilmore Hoefdraad een onderhoud gehad met de governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gerci. Tijdens dit gesprek is er gesproken over het functioneren van de laatstgenoemde monetaire autoriteit. Het onderhoud tussen de president en de governor heeft geresulteerd in het terugtreden van Gerci als governor van de Centrale Bank van Suriname. Het staatshoofd bedankte Gerci voor zijn bijdrage aan de CBVS in het bijzonder en aan de Republiek Suriname in het algemeen. Op instructie van president Boutersche zal minister Hoefdraad zaken met Gerci afhandelen. President Desi Boutersche heeft een lid en plaatsvervangende leden van het Hof van Justitie beëdigd. Deze activiteit heeft plaatsgevonden op woensdag 13 februari 2019 op het Presidentieel Paleis. Collega Juanita Ormskerk brengt u een verslag vanuit het paleis. Een rechter is iemand die veel kennis van het recht heeft. Een rechter kent de samenleving goed en heeft het vermogen om juiste beslissingen te nemen omtrent de aan hem of haar voorgelegde delicten. Van de rechter wordt geëist dat die van ongesproken gedrag is, integer, betrouwbaar is en ook objectief en onpartijdig moet zijn. De invulling van rechtsprekende posities is geen eenvoudige zaak. En in onze rechtsstaat is het van belang dat de burger zijn of haar rechtsgevoel op optimaal kan bevredigen. Door het bestaande tekort aan rechters kunnen rechtszoekenden nog steeds niet altijd op tijd aan de beurt komen, zoals het vaak simpel wordt uitgedrukt. Daarom mogen wij ons steeds verheugen wanneer een rechter, CQ, rechters worden benoemd. Met uw beëdiging tot lid van het Hof van Justitie geeft de regering blijk van het verder inhoud geven aan de rechtsstaat waarbinnen een goed functionerende rechterlijke organisatie past. Een goed en onafhankelijke functionerende rechterlijke macht is een garantie voor een sociaal-maatschappelijke stabiliteit en voorts een waarborg voor economische groei en ontwikkeling. Het Hof van Justitie, het instituut dat symbool staat voor rechtszekerheid, kreeg met deze beëdigingen wederom een aanvulling van haar leden
om vlot voor te gaan met de rechtspraak. Dames en heren, u bent vandaag hier als resultaat van continu evaluatie van persoonlijke en professionele ontwikkeling die voor benoembaarheid in deze functie gesteld worden. De samenleving ziet uit naar de vruchten uw arbeid in de volle overtuiging dat u een wezenlijke bijdrage zult leveren aan de snelle, deskundige en onafhankelijke rechtspraak. Asfalteringswerkzaamheden aan de Martin Luther Kingweg lopen vlot. Het deel tussen de Meursvegbrug en de Waterhyacinthstraat is reeds voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Nu zal de weg in de richting van Latour aangepakt worden. De werkzaamheden hier aan de haai worden uitgevoerd door de aannemer Dalian. De supervisie ligt in handen van het consortium Syntec Sunecon. En de opdrachtgever is natuurlijk het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. De werkzaamheden verlopen tot nu toe vlot. Het werk is verdeeld in 4 secties. We zijn nu in sectie 1A, dat is tussen de Meursvegbrug en de Waterhyacinthstraat. Hier is al een eerste laag asfalt aangelegd. De volgende secties die men gaat aanleggen is richting Latourweg. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zijn er natuurlijk een paar obstakels die we zijn tegengekomen. Zo hebben we te maken gehad met heel veel verkeer, heel veel vrachtverkeer, transport van houtblokken. Verder hadden we ook het normale verkeer dat in goede banen geleid moet worden. En we hadden ook te maken met regen in deze periode. En hebben we heel veel kabels en leidingen in en naast de weg die omgelegd moesten worden. Het totale project van de highway tot Latourweg vanaf de Meursweg moet circa begin 2020 worden opgeleverd. In grote lijnen is het ministerie wel tevreden met het werk dat tot nu toe uitgevoerd wordt. Er zijn natuurlijk een paar verbeterpunten, om het zo te zeggen. Die worden wel samen met de aannemer opgepakt. Van de highway is momenteel ongeveer 8 kilometer geasfalteerd. Dat is de zogenaamde sectie 1B tussen de Meursweg en de Waterhyacinthweg. Er zijn daar al 2 lagen asfalt geasfalteerd. Momenteel is men bezig met het aanleggen van duikers. Er moeten 8 duikers gelegd worden onder deze strekking. En daarmee is de aannemer nu mee bezig. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden hadden we natuurlijk te maken met het weer. De regenperiode hebben we gewerkt. En zoals ik al zei, veel vrachtverkeer en het normaal verkeer dat in goede banen geleid moest worden. Maar verder geen noemenswaardige obstakels. Met de buurtbewoners hebben we heel nauw contact. Zodra het werk start, verdelen we voor alle buurtbewoners een briefje. We laten onze contactnummers achter, zelfs onze e-mailadressen. En als er iets is, worden we natuurlijk direct gecontacteerd door de buurt. Vice-president Michael Ashwin Adin heeft op dinsdag 12 februari de klimaatconferentie in Suriname geopend. Aan deze 3-daagse conferentie participeren 24 landen die onder aanvoering van Suriname streven naar het loskrijgen van financiële ondersteuning van ontwikkelde landen. De financiële middelen zijn noodzakelijk om te investeren in projecten voor bescherming en behoud van de natuur. DNA-voorzitter Jennifer Geeling-Simons heeft in haar betoog de rijke landen opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen. I'm not standing here as any kind of climate scientist. I'm the Speaker of the National Assembly. I represent the National Assembly. But even more so, I stand here as the people's representative, specifically wanting to speak on behalf of these young children you have seen here, the children of Suriname, but also the children of the world.
Children have limited opportunity to speak for themselves. But it's their future we're talking about. We have to take timely and effective measures to prevent runaway climate change, reassure resource depletion. We have to prevent loss of biodiversity, because all of these will bring great suffering to these and other children if we don't succeed in stopping them. Every so often, I might be speaking in Dutch. Vandaag zijn we hier om te praten over mogelijkheden voor Suriname en andere landen om klimaatfinanciering te vinden, om het geld te vinden om onze bossen in stand te houden. En we gaan daarover praten, we gaan daar inderdaad over praten. Maar wat eigenlijk hier aan de hand is in de wereld van vandaag, is dat we staan op een heel belangrijk punt in de geschiedenis van de mensheid. En daar gaan we ook over praten. We praten over de toekomst van kinderen, de toekomst van echte mensen. We're not talking about funding, about trees, about treaties. We're actually talking about people. And we're the parliament. We're talking about people and we're talking on behalf of people. And that's the role I want to play here. It is a sad fact that we will not be able to promise these children that we will stop climate change because the damage is done. What we owe them, however, is to do our utmost to influence every process, every decision that can help mitigate further climate change, and we also need to try to adapt to what's already happening here in Suriname, and I am sure also in your countries. This is really a good time. It's the right time for the HFLD countries to come together and discuss this situation, to find mechanisms to preserve our forests or maybe even expand them, while at the same time trying to develop our countries. I'm sure this can be done through sustainable forest management for development. Keeping a healthy natural environment, preventing further climate change and adaptation to the changes we already experience are big issues. They have to be addressed across party lines. And they form the basis for every sound development strategy. De Stichting Statieke van Suriname heeft een mobiele datakaartprinter geïnstalleerd in het dorp Kwamalasimutu. Hiermee hoeven de burgers uit het dorp niet meer met het vliegtuig af te reizen naar Paramaribo om hun Basokaart te verlengen. Collega Chiquita Sabayo brengt u een verslag hierover. De bevolking kan, zo gauw de dokterskaart vervallen is, gelijk naar de polyfant medische zending gaan om hun dokterskaart te vernieuwen. Een recht dat alleen de regering Bouterse voor heel Suriname heeft gebracht. Zoals we nu hier staan in Kwamalasimutu, voel ik me bijzonder prettig om nu te zien binnen de leefgemeenschap in het binnenland hoe de mensen hier leven en wat voor moeite het allemaal kost wanneer de mensen, zoals het nu aan toe gaat of aan toe ging tot nu toe, ja, wanneer de mensen naar de stad moesten komen om dus hun SZF-kaarten aan te vragen, ja, of te verlengen. Ik heb nu die trip afgelegd, ja, in opdracht van de regering. Samen met de minister van Volksgezondheid zijn we hier. Het is het beleid van de regering dat wij dus nu hier, ja, aan decentralisatie doen en de diensten van het staatsziekenfonds nu brengen naar de samenleving toe. En ook al gebeurt het, ja, in Kwamalasimutu, het is Suriname, we moeten dat ook wel doen. Dus
om antwoord te geven aan je vraag. Ja, het belang is enorm. Hierin kwamen dat ze moeten om maar een indicatie te geven voor de 2000 man. Tussen de 1500 en de 2000 mensen. Je verwacht namelijk toch niet dat 2000 mensen ja, het voor elkaar kunnen krijgen om helemaal naar de stad te komen voor het aanvragen of voor het verlengen van een kaart. Dat kan absoluut dus niet. Dus daarom ben ik enorm blij dat ik dus nu hier binnen deze leefgemeenschap ben en hier de diensten van het SZF aan ze kan aanbieden, tenminste voor wat betreft de kaarten. We hebben namelijk een samenwerking met de medische zending hier, die hier dus inkomen, dus ze moeten zelf de basiszorg verstrekken. Ze hebben hier ons ook wat faciliteiten beschikbaar gesteld, waarbij wij de kaarten kunnen verstrekken aan de leefgemeenschappen hier, of aan de mensen hier, waardoor de mensen dus nu toch wel ook namens het SZF ja, in aanmerking komen voor een BZV-kaart. Het is namelijk zo dat de mensen ook hier in Kwamelassen moeten, ook al zijn ze op de grens met Brazilië, ik heb het al eerder gezegd, we zijn in Suriname. De bedoeling is namelijk dat niemand binnen Suriname, binnen de landsgrenzen, gediscrimineerd wordt. Iedereen moet dus dezelfde rechten kunnen ontlenen aan de kaarten die het SZF verstrekt. Als er nou iemand is in Paramaribo, in Ikeri, Albina, maar ook in Kwamelassen moeten, niemand mag gediscrimineerd worden en de diensten van het SZF moeten dus ook hier beschikbaar zijn. Het betekent namelijk dat de mensen dus nu zeker over die kaart kunnen beschikken. Wanneer ze basiszorg nodig hebben, dan kunnen ze hier naar de medische zending komen. De medische zending die was al eerder hier. Het punt is namelijk, de medische zending moet ook betaald worden voor de diensten die ze verlenen. Omdat het anders ook niet gehandhaafd kan worden. Dus het is belangrijk namelijk dat middels die kaartverstrekking er een goede registratie is. Wie allemaal hier ja, aan inwoners zijn en wie allemaal dus recht hebben op gezondheidszorg en wie allemaal geholpen wordt. Waardoor de medische zending nogmaals op basis van de inkomsten die ze krijgen, ja, toch wel de diensten hier kunnen garanderen. Ergo, voor wat betreft secundaire zorg, wanneer de mensen naar de stad moeten gaan, ja, voor secundaire zorg, is het belangrijk dat ze de kaarten ook hebben. Want zonder de kaarten kunnen ze dus niet opgenomen worden in het ziekenhuis eventueel. Kunnen ze niet doorverwezen worden naar de specialisten. Dus nu met de kaart op zak, wanneer ze naar de stad gaan, wanneer het noodzakelijk is, wanneer er sprake is van ziekte, waarbij de tweede lijn gebruikt moet worden, ja, dan kunnen ze dus ook gerust daar naartoe, ja, waarbij ze gebruik kunnen maken van de diensten binnen die sector. Ja, en waarbij ze zeker weten, nogmaals, dat de kosten dan gedekt worden via de verzekering die het SZF biedt, ja, door het SZF. En hoe lang heeft deze planning geduurd? Nou, we zijn al een paar maanden bezig, sinds het vorig jaar, om het binnenland te ontsluiten. Voor wat betreft het verlenen van de diensten van het SZF. We zijn dus zo gegaan dus naar het Tapanoni-gebied, boven Suriname, beneden Suriname. Ja, nu zijn we dus nu eigenlijk opkomen, dus we moeten bij de grens, ja, waarbij dus in principe, zeker voor wat betreft dit gedeelte, hier kunnen afsluiten. Je bent hier, je bent hier, je bent hier, je bent hier, je bent hier. Oké, dus ik geef je de eerste kaart. Je moet dit goed bewaren, niet verliezen, want anders heb je een probleem straks. Dus dit is wat ik... Goed zo, graag. President Desi Bouterse heeft Jarsinho Biggie Boy Rozenstruik ontvangen omdat hij de vlag van Suriname hoog heeft weten te houden. De Surinaamse gevechtsporter heeft begin februari zijn UFC-gevecht in Brazilië gewonnen. Biggie Boy is op woensdag 13 februari op bezoek geweest bij president Bouterse. Ik wou dit al jaren, mijn president in zijn ogen aankijken en hem hand schudden. En ja, het is een geweldig gevoel en ja, we doen het altijd voor ons land. Dus als je president mag ontmoeten, graag. Eerste UFC-titel voor Suriname en u heeft het mogen binnenbrengen. Welk gevoel geeft dat u? Nou, ik ben de eerste Surinamer die bij de UFC heeft gestaan en gewonnen. De titel die komt nog. Maar het was een heel groot en geweldig gevoel. Dus het smaakt naar meer. De minister van Sport en Jeugdzaken die was ook bij het gesprek. Hoe is dat allemaal verlopen? Nou, het is heel goed verlopen. We kregen ook de steun van de Sport en Jeugdzaken. En ja, het is gewoon perfect. Wat wilt u verder gaan doen in uw carrière? Nou, de volgende stap is 11 mei. Daar zijn we mee bezig. En we zijn nu bezig met de trainerskamp. Dus we gaan meteen weer in training. Geen tijd om te feesten of lang te wachten.
Dus de volgende wedstrijd, we zijn meteen weer bezig. En ja, kijken wat, wie het is en gaan we zeker weer aan de slag. Nu is alles wat de klok slaat, Biggie Boy, vooral bij de jeugdigen. Hoe gaat u daarmee om en welke boodschap wilt u aan ze geven? Nou, het is leuk als je een rolmodel bent of kan zijn. Boodschap wat ik wil geven is, als je iets doet, wat voor sport dan ook, blijf erin geloven, doe je ding. Ga gewoon all in. Doe alles ervoor. Als je halfjes gaat, dan gaat het niet lukken. Dus ik heb ook zelf tegenslagen gehad, weinig wedstrijden. Maar ik bleef gewoon geloven, ik bleef altijd trainen. Totdat je een kans krijgt en je laat het zien en dan zie je van ja, het kan wel. Dus blijf gewoon geloven in wat je doet. Welke voordelen gaat het gesprek hebben voor u dat u net heeft gehad met de president? Nou, sowieso qua gevoel. Heel goed gevoel. En voordelen voor mij is ja, we hebben bepaalde plannen die we hebben die we willen doen. En daarin word ik ook geondersteund. Dus het is nu even afwachten en het traject rustig afgaan. Na 5 tot 10 jaren, waar zien we onze Biggie Boy? Nou, ik denk dat ik binnen de komende 5 jaren wil ik wel aan de top staan. Ik wil de titel sowieso op mijn schouder hebben, dus daar werken we naartoe. Het is pas het begin, maar zo denken wij. We willen de titel en daar gaan we voor. Dat was het dan voor deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht en een fijne kijktijd verder. Goeiedag.